heerlijk, Puk. Weet je waar ik aan zit te denken, Muk? Nou, het is al bijna 13 november. Weet je wat dat betekent? Nee, 13 november, wat is er dan? Sinterklaas! Sinterklaas komt naar Nederland! Dan al? Dan al? Ah, 13 november. Dat is al snel. Dat is al snel, Puk. En zou die ook naar Voorhout komen? Oh jeetje, ja. Tuurlijk. Oh, dat is wel heel spannend, Puk. Hij moet toch ook wel bij ons komen? Ja, toch? Ja, ja, tuurlijk komt hij. Ja, natuurlijk komt hij ook naar ons. Hé, hey, maar wat doen we nou als er iemand jarig is? Hoe gaan we hem welkom heten hier in het dorp? We gaan cadeautjes geven. Ja, maar Sinterklaas geeft altijd cadeautjes. Oh ja, ja. Dat vindt Sinterklaas weer leuk. Ja. Wat doe je nog meer als iemand jarig is? Een taart. Bij je verjaardag hoort een taart. Ja, dat is waar. Maar Sinterklaas die maakt altijd pepernoten. Die bakt die. En marsepein. En speculaas. Ja. Dus dat is ook niet heel erg origineel. Nee, nee. Wat doe je nou nog meer als er iemand jarig is? Zingen. Ja, zingen. Lang zal die leven. Ja, dat gaan we sowieso doen. Maar dat doen we. Ja. En wat nog meer? Ja, ik weet het natuurlijk. Wat? We moeten het versieren. Als je jarig bent, ga je huis versieren. Ja, daar zat ik ook aan te denken. Dat versieren. Versieren. Oh, hoe? Wat leuk. Nou, we maken gewoon een mooie slinger. Ja, een reuzenslinger door het hele dorp heen. Oh, dat is een goed idee. Dat is alle leuk. Kinderen met elkaar één hele grote slinger maken. Door het hele dorp heen. Alle kinderen. Leuk, ja. En dat je dan zo'n vlaggetjeslinger maakt die ieder kind zelf kan versieren. Ja, en dat als Sint dan door het dorp heen loopt, dan ziet hij al die slingers die gemaakt zijn door de kinderen van Voorhout, speciaal voor hem. Ja, maar ook die van ons. Oh, dat is gaaf. Ik heb zin om er nou alleen te maken. Kom, we gaan knutselen. We gaan naar huis. We gaan knutselen. Ja. Oh, wat gaan we doen? We gaan. Leuk, leuk. Ik ga Sinterklaas gewoon bellen. Nu? Ja. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja, oké. Okay. We hebben zijn telefoonnummer. Ja, ja, ja. En dan gaan we aan hem vragen of die wel aan ons denkt dit jaar. Ja. En dan gaan we ons mooie versierplan aan hem uitleggen. Oh, leuk. Ik hoop dat we contact krijgen met Spanje. Nou, Nelen. Het lijkt me goed plan. Dan ben je voor in dienst. Dag. Ja. Met de assistenten. Oh. Van Sinterklaas. Ik nee, maar... Wacht even. De assistenten! En Muk! Oh, wat leuk om jullie weer te zien. Ja, wat leuk om jullie weer te zien. Hallo? Is dat alweer een jaar geleden? Ah, nog een Rotweegje? Hallo, Rotweegje! Ja, we hebben... Nou, een heel klein woord. Wow. Ja. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja? Ja, heerlijk herfst. Oh, ja. En wij zijn zo benieuwd of jullie wel komen. Nou, natuurlijk komen wij weer naar Voorhout, toch? Alles staat al. En weten jullie dan wel waar we zitten? Ja. Uiteraard. Stond dat niet? Misschien kan je even zoeken op Google. Dag, Sint. Hallo. Zo zal ik hem even overnemen. Ja, is goed hoor, Sinterklaas. Weten jullie onze postcode nog? Ja, nee, wacht even. Weten jullie onze postcode? Ja. Ja, maar ja, dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. 2215. 22 is goed. 2216. Ja, 16. Maar 2 zijn het er. Ja, klopt. Is daar niet de postcode loterij gevallen? Ja, ja, klopt. Sinterklaas. Had ik nou van jullie begrepen dat jullie daar een nieuwe step voor hebben gekregen? Ja, Sinterklaas. Een hele... Dat is een goed idee, hè? Dat is een goede investering. Ik denk dat jij een roze step hebt. Ik heb een rode! En Muk! Oh, leuk, een rode step. En jij? Ik heb een zwarte Sinterklaas. Saai, en ik heb... je zegt zwart! Nee, saai! Stoer! Nee, saai hoor! Stoer! Leuk hoor! Oh, stoer! Sinterklaas, we hebben toch zoiets leuks bedacht. Of Puk hoor, ik heb Puk bedacht. Zo'n leuk idee voor u! Vertel! Ja! Weten jullie wat we gaan doen hier?
Nee. We gaan de hele winkelstraat met één grote reuzenslinger versieren. Zo, hé! Dat is een leuk idee. Maar dat is een leuk idee. Ja. Had ik dat nou maar verzoend? En ophangen. En het allerleukste is Muk, wat mogen ze met de achterkant? Daar mogen ze dan hun wensenlijstje opschrijven wat ze van willen krijgen, Sinterklaas. Okay. Op de achterkant van de vlag. Okay. Oh, dat is wel handig, hè? Want dan kunnen jullie alles lezen en alles noteren. Ja. Dus pak de iPad er eens bij. En de slingers komen in alle winkels van Voorhout te hangen, Sinterklaas. Ja. Oh. Ook bij Ben de Schoenmaker. Ik kan niet bij de hoogste. Geweldig, hè? Natuurlijk, Sinterklaas. Ja, en er zijn nogal wat winkels, hè? In Voorhout. Ja. Nee, ja. Dus dat moet wel een hele lange slinger worden. De intocht. Ik zal een beetje bijdraaien, kunnen jullie het zien. De intocht ga ik even noteren. Ja, assistent. Als ik het goed heb uit mijn hoofd gezegd, 13 november. Ja, dat moet ik wel uitzetten. Oh. 13 november? Hou maar weg. Ja. Wauw! Nou, dan zijn wij er klaar voor. Oh. Ja, ja. En, maar zijn jullie er ook klaar voor? En alle kinderen in Voorhout? Ja, want wij gaan natuurlijk dan... Als over is, gaan we alle kindertjes dat uit laten delen. Dat ze allemaal zo'n vlaggetje krijgen. En dan kunnen we ze daarna allemaal gaan ophangen. En als u dan cadeautjes gaat kopen, komt dat hele goed. Heel leuk idee, hè? Jeetje! Ja. Dat is een heel goed idee. Dan een heel leuk idee. Ja. 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 En Sinterklaas, ik ga zo meteen met Muk. Muk al een heel mooi voorbeeldvlaggetje maken. Oh, dat is goed. Ja. Sinterklaas, ik ga even een datum inplannen dat wij contact hebben met de burgemeester. Heel goed. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Wij hebben goed contact met haar. Gaan wij regelen. Ja. Nou, gezellig. Doen we. Nou. Dan zien we elkaar. Dag. Tot ziens. Dag. Dag. Oh. Hadden we gewoon zomaar verbinden met Sinterklaas. En met de assistent. En een roetveegje. En nog een klein roetveegje erbij. Leuk, hè? Oh, ik krijg er helemaal zin in nu. Oh, ik vind het zo spannend. Kom, we gaan naar binnen. We gaan nu knutselen. We gaan knutselen. Een voorbeeld maken. Oh, dan kan ik gezellig... Oh. Mijn glitters gaan laten zien. En ik de stippen. Ja, joh. En jij bent degene die de eerste boven is. Het gaat erom wie de mooiste maakt voor Sinterklaas. Ik word de mooiste. Ik ga de mooiste maken. Ik ben gewoon klaar. Ik ben boven. Ik kom eraan. Ik zal je pakken. Ik zal je de mooiste. Ik kom op. Ik heb bij de winkeliersvereniging al lege puntvlaggen mogen krijgen. Zodat wij er al eentje kunnen maken. En dat weet Muk niet. Dat ligt boven. Allemaal al helemaal klaar. Op mijn kamer. Kom mee kijken. Ja. En weet je wanneer ze die kunnen krijgen? Nou, als het optocht is. 20 november. Dat is wel de bedoeling. En kijk eens op de achterkant. Oh, dit is handig. Ja. Kijk nou. Verlanglijstje kan ik erop schrijven. Ja. En naam. Ja, en het is heel belangrijk. Je moet hem helemaal tot aan het eind toe afknippen. Want hier zit een vouwstreepje. Dan kan je hem zo vouwen. En dan gaan we hem in alle winkels ophangen. Oh, dat is handig. Nou ja, weet je waar ze op verzameld moeten worden? Nou, dat is heel belangrijk. Bij de juwelier. Weet je wel? Die zit daar op die mooie winkelstraat. Ja, daar zo. Dan beetje bij de trein. Ja, ik weet hoe die heet. Wacht even. Van Dijk. Ja. Jullie alle kinderen van Voorhout kunnen deze vlag inleveren bij juwelier Van Dijk op de Herenstraat. Ja, en jullie krijgen ze als het 13 november is bij de intocht. En dan maar hopen dat het allemaal door kan gaan. Tuurlijk, Puk. Daar gaan we vanuit. Daar gaan we. Ik ga... Helemaal tot bovenin moet je, Mucky. Want dan heb je die vouw erbij. Ja. Kijk. Ik snap het wel. En Sinterklaas weet al lang waar ik woon. Ja. En pepernoten, die hebben we lekker al. Heb ik hier. Wauw. Ik heb lijm. Moet je uitkijken dat het niet op het kleed komt, want anders vindt mama niet goed.
Nou, moet je heel goed kijken. En dan is het dus de bedoeling dat alle kindertjes in Voorhout hun eigen vlaggetje maken. En je mag hem maken met wat je wil. Of je nou verft, of je potloden gebruikt, of waskrijt. Alles mag. En maar als je maar je naam erop zet. Ja, En je telefoonnummer. Ja, want dan kan Sinterklaas bellen. Dan kan Sinterklaas bellen of de assistent belt misschien eerst. Ja, of Roetveegje. Ja, oh, als Roetveegje belt, dat is ook spannend. Ook leuk. Ja, ik zag eruit. Hey, en dan gaan we dus alle vlaggetjes kunnen de kinderen inleveren bij Juwelier van Dijk. Ja, en klopt. Dan, en die mensen gaan ze dan in andere winkels allemaal ophangen. Ja, ja, maar ik ga wel met jou, als je het leuk vindt, een voorbeeldje doen. Want dan laten we aan de kinderen zien hoe het eruit komt te zien. Oh, dat is een goede. Vind jij dat leuk? Ja. Ja. Dus dan maken we deze af. Ja. En zodra die klaar is, gaan we hem ophangen. Ja, en dan weten de kinderen precies wat de bedoeling is. Oh, leuk. En de vaders en de moeders ook. Dat is een goede idee, Puk. Ja, maar we doen het toch samen? Ja. Leuk geworden, hè, Puk? Ik vind jou ook zo leuk. Nou, en kinderen. En de meiden is ook klaar? Kijk eens, ze zijn klaar. En wat gaan we er nu mee doen? Inleveren. Ophangen. Bij de winkels in Voorhout. Bij de winkels in Voorhout. En ik ga met deze naar Van Kesteren. Dat is de verfwinkel. Mooi hoor. En daarna gaan we naar Neutebo. Waar je allemaal lekkere kaas en nootjes kan kopen. Daar komt de mijne te hangen. Gaan jullie meekijken? Kom maar mee. En die gaan we hier ophangen. Dus ik zou zeggen, parkeer je step maar op de stoep. Aan de kant, dat de mensen er nog langs kunnen lopen. Okay. Ja, dat hoort. Goed. Zo. Yes. Hallo. Hallo. Hoe is het? Goed, dat is heel mooi. Nou, goed hè. Of kom jij maar naar mij. En dan knopen we hem hier aan elkaar. Ja. En dan hoop ik. Heb jij ook een schaar? Oh, wat goed. Muk, hoeveel hebben we nodig? Zoiets. Ja, misschien. Ja, dat kan hier afgeknipt worden. Ja. Dankjewel, Carolien. Wat fijn dat je ons zo goed helpt. Wauw. Heel leuk. Ja, vind je het leuk? Zo leuk? Ja, helemaal goed. Ja, of die er aan blijft hangen. En anders nemen we nog een paperclip. Oh, we zien een mooi kokosnoot. En de roetvegen. Ik vind de diamantjes ook zo mooi. Die heb ik er speciaal opgepakt. En heb je ook gezien hoeveel glitter Amerika heeft? Ontzettend mooi. Echt super. Hij hangt echt goed. Ja. Ik hoop dat er heel veel kindertjes komen die hier allemaal hun vlaggetje op komen. En natuurlijk in de rest van de winkels. Ik ook. Leuk, wordt gezellig. Ja, dankjewel. Ja. Nou, dankjewel. Doei. Doei. Kom, Puk. We gaan nu de mijn ophangen bij Neutro. Ja, leuk. Gezellig. Dag, Carolien. Kaas eten! Kom, Puk! Ja, ik ga met je mee! Yes! Hier is het jouw beurt! Hey, Jeannette! Goedemorgen! Puk, goedemorgen! Hoe is het met jullie? Ja, goed! Heel erg goed! Ja, en met jullie? Ik zie het! Ja, met ons gaat het ook goed hoor! Ja. Wat hebben we bedacht voor de kinderen? Op het kerkplein? Dat Sinterklaas iedereen gedag zegt? En de kinderen Sinterklaas gedag kunnen zeggen. Ja. En met de pieten en muziek en liedjes zingen. En het dorp versieren. En het dorp versieren. Precies. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Het dorp versieren. Ja. Van die vlaggen. Ja. We moeten het gezellig maken. Ja. Nou, zeker doen. Moet je kijken. Net, kijk eens. Ik heb al een voorbeeldje gemaakt. Oh, wat mooi. Jij houdt van roze. Ja. Jij houdt van roze. Ik heb gestipt. Hij is mooi. En de Sint is erbij. Het lijkt wel van de illusionistische artiest. Lijkt dit wel. Oh, dankjewel, Janet. Ja, joh. Het lijkt wel Renoir of Manet.
Ik heb heel erg mijn best gedaan. Ja, maar dan wil ik hem graag ophangen als voorbeeldje bij jou in de winkel. Ja, 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 dat is goed. Kijk, heb je een touwtje? Ja, daar hangt ook al een soort van vlaggenlijn. Ja. Maar dan anders. Maar zo gaat het wel worden met al die vlaggen van mijn kindertjes. Maar dan kunnen we ook doen dat we hem daar gewoon aanhangen. Ja, ik zou dat doen. Janet, zullen we hem gewoon hier aan hangen? Ja, kijk eens hoe mooi deze al is. Ja, we moeten ze meenemen. Ja. Waar mogen de kinderen ze inleveren? Dat weten we. Ik weet het. Dat staat erop. Ja, en het is hier vlakbij. Dat staat erop bij de juwelier. Ja. En nog een winkel, maar dat weet ik. Maar het staat erop. Ja, oké. Okay. En dat de juwelier is hier al vlakbij. Dat is twee winkels verderop, toch? Twee winkels verder. Ja. Nou, leuk. Kindertjes gaan allemaal goed lezen. Ze gaan allemaal achterop schrijven wat ze graag willen hebben. Ja. Met hun naam en hun telefoonnummer. Wat een goed idee. Kunnen jullie nog een lekker stukje kaas proeven, Kellen? Oh, ik wou het niet zeggen. Wow. Ik ben gek op kaas. Kijk eens. Oh, lekker, Janet. Het is weer eens wat anders dan al die pepernoten. Kaas is ook lekker, hè? Heb je ons een boerenkaas gegeven? Ja, dit is een boerenkaas. Oh, daar ben ik helemaal gek op. De lekkerste. Dit is de allerlekkerste. Ik ga mama vragen of ze even een boekje gaat kopen. Goed idee, Bu. Kunnen we dat meenemen op de boterhammen? Kom, gaan we dat tegen mama zeggen? Ja, dat gaan we doen. Nou, dag Jeanette, dank voor de kaas. Goedemorgen. Carla Breuer, burgemeester, gemeente Teylingen. Dag burgemeester. U spreekt met de assistent van Sinterklaas. Ja. Heel goed, dank u wel. Met u ook? Ja, het gaat heel goed met mij. Wat fijn dat u namens Sinterklaas belt. Sinterklaas wil even iets met u bespreken. Prima. Ik geef nu Sinterklaas aan u. Dag burgemeester. Is ze er nu? Ja. Ja? Ja. Dag burgemeester. Ja, met Sinterklaas. Goeien. Hoe is het met u? Het is heel goed met mij, Sinterklaas, want ik heb u aan de lijn. Dat is goed om te horen, ja. En hoe gaat het in de gemeente Teylingen? En dan natuurlijk speciaal het stukje voorhout. Oh, Sinterklaas, u mag best weten dat het ook hier zonnig is, deze dagen. En dat er ontzettend veel kinderen in voorhout uitkijken naar uw komst. Dus ik durf het bijna niet te vragen. Komt u dit jaar? Een ogenblikje. Wanneer gaan we? 13 november, Sinterklaas. Oh. Ja, 13 november. Ja. Bent u er dan? Tuurlijk, daar maak ik zeker tijd voor vrij. En ik weet ook zeker dat alle kinderen van voorhout daar tijd voor maken, Sinterklaas. Oh. Oh, nou, dat is fantastisch. Ze is er. Oh, fijn. Heel fijn. Ja, oké. Nou, dan zien we u dan. Maar ik heb nog wat mooie plannen doorgekregen van Puk en Muk om een reuzenslinger te maken op de Herenstraat. We hebben een heel mooi plan ontwikkeld. En ook heel veilig, want u mag namelijk een soort van defilé afnemen. Net als u vorig jaar gedaan hebt. Alle kinderen hebben dat op televisie gezien, dus die weten ongetwijfeld hoe het werkt, Sinterklaas. Dan lopen alle kinderen als het ware voor u langs, zwaaien. En dan kunt u natuurlijk terugzwaaien naar de kinderen. En dan ziet u ze allemaal weer. Alle kindjes van voorhout, Sinterklaas. Fantastisch idee. Dan zitten wij dus samen met nog wat roetveegjes op het bordes. Ja, we snappen het, hè. We moeten aan de veiligheid van iedereen denken. Nou, wij zien elkaar in ieder geval 13 november. Waar Sinterklaas altijd, eigenlijk bijna altijd wel komt, ja, hè? Ja, het mooie kerkplein. Ja. Ja, dus dat is prachtig. En nou gaat het er natuurlijk om. Is Sinterklaas hier ook? Mag het allemaal en kan het allemaal? Dat wordt nog wel spannend, dat weten we eigenlijk nog steeds niet, nee, hè? Want wie is daar eigenlijk de baas over? Oh, joh, ja, nou, goed. Nou, de burgemeester. Jij zou de burgemeester bellen. Oh. Heb je dat al even gedaan? Helemaal vergeten. Nou, doe dat dan. Ja, dat doe ik nu. Ja. Jeetje, wat goed voor je dat je me eraan herinnert. Nou, gelukkig heb ik mijn telefoon bij me. Oké, nou, dan gaan we naar de bui van burgemeester. Ja, en dan ben ik er. Oh. Oké. Oeh, ik hoop dat ze er is. Ja. Ze heeft dat altijd hartstikke druk, hè? Hallo? Spreek ik met de burgemeester? Ja!
Hier zijn Puk en Muk. Hallo, burgemeester. U kent ons toch wel? Ja, van Sinterklaas, dat klopt. Burgemeester, we zitten hier op het kerkplein. En nou weten wij dat Sinterklaas op 13 november naar Nederland komt. Maar wij vragen ons af, heeft u al met Sinterklaas contact gehad om te vragen of hij ook naar ons dorp komt? Oh, wat goed. En we hebben eigenlijk nog een heel leuke verrassing voor het dorp. Ja. Leuk idee. Ja, maar dat willen we graag persoonlijk komen vertellen. Ja? Mogen we dat een keertje doen? Oh, en wanneer schikt dat u? Oh, mag ik nu al? Oh, mogen we nu komen? Oh, wat leuk. Dan komen we eraan. Ja, dank u wel. Onder de boom dan. Ja. Oké. Is. De burgemeester staat er al, Muk. Hallo, dag burgemeester. Fijn dat jullie er zijn. Ja, dank u wel. Welkom. Fijn dat u mogen komen. Ja, we hebben een vraagje. Mag onze mooie step even binnenstaan? Want we hebben er geen slot op. Nee. Geen slot? Nee. Muk, toch? Nou, neem ze maar mee naar binnen voor deze ene keer. Gelukkig. Ja, dank u wel. We gaan met u mee. Kom, Muk. Contact gehad met Sinterklaas. Zal ik jullie eens wat verklappen? Ja. Ja. Het was wel heel spannend, want eerst belde de assistente. En toen dacht ik, zou ze goed nieuws hebben of niet? Ja. Het was een vrouwelijke assistente dit keer. Ja. En toen kreeg ik Sinterklaas aan de lijn. Ja. Oh, ik werd echt heel zenuwachtig. Hij komt. Hij komt! Nee! Ja! Ja. En heeft hij een datum gezegd? Ja, ook dat. 13 november. Oh, dat is heel snel. Ja, dus ik dacht ook, gaan we alles nog voor elkaar krijgen met dat défilé? Ja, tuurlijk. Gaan we een défilé doen, burgemeester? Tuurlijk. Zoals vorig jaar, dat hoort. Ja, dat is nieuw. Dat is heel chic. Ja, dan staat Sinterklaas toch ergens een beetje hoger en dan mag hij er toch langs lopen? Ja, ja. Net als bij de koning, hè? Dus die neemt ook zo'n défilé af. Ja. Oh, dat is heel leuk. Ja! Maar, mevrouw de burgemeester, we hebben nog een heel leuk idee bedacht. Ja! Puk, vertel jij het? Ja! We hebben eigenlijk bedacht, omdat als je iemands verjaardag wil vieren of welkom wil heten, je het heel mooi wil versieren. Ja, tuurlijk. En nou hadden wij bedacht om door de winkelstraat in alle winkels één hele lange, grote versierslinger op te hangen. Zo! Gemaakt door de kinderen. Oh ja, tuurlijk. Alle kinderen van voorraad mogen een eigen slinger maken. Ja, en dan wordt het heel kleurrijk en heel feestelijk. En dan gaan we op de dag dat Sinterklaas komt, en dat weten we nu 13 november, gaan we bij dat défilé ieder kind zo'n vlaggetje uitreiken, ja, die ze dan thuis mogen knippen. En versieren. Ja. Leuk. Vindt u dat goed? Idee. Natuurlijk vind ik dat goed. Oh, helemaal geweldig. Wow. Gaan we dat regelen, Puk? Ja, dan gaan we dat gewoon regelen. Nou, wat fijn. Ja, tuurlijk. Super. Leuk dat jullie dat willen doen samen met de kinderen. Ja, en leuk. Gaat u er ook zijn op de dag? Willen jullie dat graag? Ja. Ja. En ik denk dat alle kinderen daar ook wel naar uitkijken, eerlijk gezegd. U hoort er ook bij. Goed, dan ben ik er. Nou, leuk. Ja. Nou, ja. Wat fijn. Dan gaan we het regelen. Okay. Ik wil het zien. Sinterklaas? Ja, nog even met Puk en Muk. Ja, we konden u nu niet facetimen. Want ik heb hier geen wifi. Maar we hebben, als u een logeerplekje zoekt, hier een prachtige plek voor u gevonden.
Ja, dat wilden we eigenlijk nog even laten weten. Ja, dus u hoeft zich... Nou, het heeft heel veel kamers. Mup, tel jij voor de gein eens hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nou, ik denk wel 20, Sinterklaas. Heel veel kamers. Heel veel. Dus alle roetvegen en alle assistenten, die kunnen er allemaal bij. Ja. Ja, wat zegt u? Heeft u niet meer zoveel tijd? Wat gaat u doen? Oh, gaat u cadeautjes kopen in Madrid? Wauw, wat leuk, Sinterklaas. Maar wat hoor ik voor een herrie op de achtergrond? Hé? Wat zegt u? Wat voor geluid is dat? Sinterklaas start de motoren. Oh, dag Sinterklaas. Moet je horen wat een herrie? Oh, jeetje, wat is dat voor een motorgeluid? Geen idee. Hij start de motoren. Brommen? Motor? Een auto? Vrachtwagen. Zo'n grote vrachtwagen. Een raceauto. Kan ook. Een helikopter? Helikopter? Oh. Ik weet het niet. Maar, weet één ding wel. Ik heb trek gekregen. Ik heb zin in een boterham. Pepernoten, daar heb ik zin in. We starten de motoren.